Kijkers, goeiedag. Het is de laatste dag van de week. En dan brengen wij u dus de laatste aflevering van deze week van ATV COVID-19 Update. Nou, in deze afleveringen weet u het intussen al. Want we zijn nu al aan de 21ste. Dat wil zeggen, de mensen die zitten en wachten en kijken van welke informatie hebben ze voor ons vandaag. De maatregelen neemt u in acht. Ik ga een keer een kijker uitnodigen om te zien of ze weten wat die maatregelen zijn. Dat u ons precies kunt zeggen wat u moet doen nu u thuis bent, op het werk of waar u ook mag zijn. Maar u weet het. Snel, even een recap. We niezen in onze elleboog en hoesten ook in onze elleboog. We geven geen brasa's en schudden geen handen. En we wassen onze handen met water en zeep of we reinigen met hand sanitizer. Dat is even een recap. Onze gast vandaag is dokter Mukesh Simbudak Pandey. En hij is de voorzitter van de huisartsensectie van de Vereniging van Medici in Suriname. Medici in Suriname. Meneer Simbudak Pandey, welkom. Kala, ik begin gelijk te tutoyeren. Ik begin het een beetje amicaal te houden. Oh, oké, dus ik zeg Mukesh. Mukesh, okay. En je hebt het ook aan het begin van bij ons voorgesprek wel aangegeven. Simbudak Pandey is een lange naam. Is een lange naam. En soms een beetje voor enkele mensen ook een beetje moeilijk uit te spreken. Voor de mensen thuis, goeiedag. hoe noemen ze u dan? Gewoon Pandey? Vaak genoeg Pandey. Zij die me van dichtbij kennen, zoals u, mag me gewoon Mukesh noemen. Mukesh. Oké. Okay. COVID-19-pandemie houdt de hele wereld in zijn greep, ook Suriname. Verschillende bedrijven hebben maatregelen getroffen, anderen zijn dicht. Hoe ervaart u dat? Kijk, als persoon... Mm-hmm. Op de eerste plaats. Op de eerste plaats, ik heb ook mijn eigen dingen te doen. Ik ga een voorbeeld van het dagelijks leven geven. Ik moet naar de bank bijvoorbeeld en ik kom daar, ik zie een storm. Soms, en je weet, gezien ons werk, daar kom je gewoon niet aan toe om bepaalde zaken gedaan te krijgen. Dus als je komt daar, dan moet je daar wachten. Mm-hmm. We begrijpen het, we houden die 2 meter afstand, dat hebben we vandaag ook gedaan. Maar iedereen houdt rekening met alles. Dus het is soms een beetje frustrerend, we begrijpen het. Je gaat in winkels, daar moet je ook je afstand houden. Je hebt sommige mensen die houden ervan om met spullen aan te raken, dus dat valt ook niet meer mee. Ja. Maar we moeten de voorzorgsmaatregelen, de basis voorzorgsmaatregelen, volledig in acht houden. Mm-hmm. We moeten gewoon erdoor. Ja. Het is een beetje, nu een beetje, kan je zeggen, ik wil het woord frustreren niet te zeggen, maar het houdt je bezig. Ja. Het is niet wat we normaal zijn, maar we moeten het doen. Oké. Maar hoe ziet uw werksituatie er nu uit dan? Mijn werksituatie, het is sedert het ministerie van Volksgezondheid heeft aangegeven dat er een top alert situatie is, dat is sedert begin maart. Van mijn werk vooruit, wij deden het al bij mij op de poli, voordat je bij mij op de poli, ik zit op Tamarijo, moest je vooraf bellen. Ja. Dan, of je sms, en dan kreeg je een tijd opgegeven om binnen te stappen. Wat wij nu hebben gedaan, wij houden het een beetje strakker eigenlijk. Vooral voor de mensen die hoesten, niezen, koorts hebben, kortademig zijn. Dat verhaal hebt u zoveel op de tv gehoord en gezien. Ja. Dus als u dat hebt, adviseer ik mensen om dat in te bellen. Dan krijgt u de assistent. De assistent stelt een paar kleine vraagjes of u met de arts moet communiceren. En dat is ook de instructie geweest naar de artsen toe. Okay. Van alle artsen in Komoeien. De huisartsen. In Suriname. Mm-hmm. Alle huisartsen. Dus dat proberen we te doen. Eigenlijk, het is de bescherming voor de patiënt en ook voor ons als artspersoon. Dus de persoon hoest of niest en belt in en wat zegt u dan? Thuis blijven? Je mag thuis blijven, maar bel even want we hebben nog andere vragen. Hoest je niet, sputumproductie, koorts, kortademigheid, pijn op de borst. En dus die 10 symptomen dat het coronavirus. Het coronavirus wordt eigenlijk, de werkelijke naam ervan is SARS-CoV-2, wat het laat komen eigenlijk, die symptomen die daarbij ontstaan. Okay. Dus er worden die vragen gesteld, je gaat je vragenlijstje af, nee, goed, en als dat het is, dan komt dan scenario 2 in werking eigenlijk. En wat is scenario 2? Dus dan laat je die patiënt isoleren. In mijn situatie heb ik wel de mogelijkheid om die patiënt in een aparte ruimte te zetten, waar hij een beetje meer ventilatie heeft. Neuskapjes,
en al die dingen wat u op tv hebt gezien en gehoord. Dus die situatie komt in, of je zegt mevrouw of meneer, ga terug naar huis. En natuurlijk, er moet eerst een onderzoek plaatsvinden. Je neemt de temperatuurmeter, neuskapje hebben al gezegd, je beluistert de longen, maar je zit nu met de private gear, de beschermingsgear. Ja. Dus hoe zit je ermee? Ik ga je zeggen, wij als artsen, we kampen, ik mag misschien een sprong naar wat nu gebeurt eigenlijk. Wij als artsen trekken al zo lang aan de bel voor beschermingsgear, private protective equipment, dat we niet volledig bij handen hebben. We hebben onze lijstje bij de directeur van Volksgezondheid gedeponeerd. Eigenlijk ga ik een beetje vooruit, hè? of we stappen gaat u gaan, want ik zal vragen wat zijn de uitdagingen. Dus dit is een van deze uitdagingen. Dit is een van de uitdagingen bijvoorbeeld. Kijk, ik ga je een praktisch voorbeeld geven. In een normale situatie, en dat praat ik niet over een uitgebreide poli waarbij je 2-3 verpleegkundigen hebt. Ik en mijn assistent, daar hebben we 1 mondkapje nodig per uur. Dus normaliter gaat de poli 3 uur open. Voor 3 uur. Dan heb je 6 nodig. Normale praktijk, 5 ochtenden, 3 middagen, dan zit je op 8 x 6 is 48, rond voor de makkelijkheid 50 van die mondkapjes hebt u nodig. Per week? Per week. Voor een maand, dat is maal 25 en dat moet je nog een keer 3 maanden, want we zitten nu al bijna 3 maanden in de lockdown fase, kan je zeggen. Uitgerekend hebben we onze cijfers uitgezet en je moet rekenen, er zijn 200 artsen geregistreerd bij ons, bij de vereniging. Dus je hebt ongeveer 96.000 van die mondkapjes nodig. Dat is nog een beetje aan de lage kant. En we krijgen bij mondjesmaat wat kleine hoeveelheid, als ik het goed heb, maar 10.000 gaat is. Wat gebeurt met de rest eigenlijk? Die protective goggles, dat krijgen we, die shirking mondkapjes, hand sanitizer, rubbing alcohol, wat heb je nog meer, disposable tissues. Misschien is het goede nieuws daarbij dat er met die uitzonderingswet 400 miljoen vrij is gekomen. En daarmee gaat er ook onder andere PPE aangekocht worden, hoor. We hopen het. We hopen dat er ook dat wij ook als burgerij ook een beeld krijgen van wat met dat geld zal gebeuren. Ja. Want als wij nu al dus sinds het begin trekken wij aan de bel. Niet dat het ministerie niet luistert, zoals luisteren we, maar vermoedelijk luistert men niet genoeg naar ons. Toen begrijp je, want die roep blijft nog steeds van waar blijft ons protective gear? Ja. Waar blijft het? Het blijft maar ergens hangen. Je krijgt handschoenen bijvoorbeeld, 5.000, 6.000, maar zo grote groep. Hoeveel kan je daarmee voorzien? Hoeveel kan je die mensen beschermen? Om een praktisch voorbeeld te geven. U als reporter bijvoorbeeld, als u naar een oorlogsgebied zou gaan, gaat u zo bloot gaan? Nee. Kogelvrije vest, een helm. Ja. Wat gebeurt met ons? Maar kijk, laten we nu kijken naar bijvoorbeeld de teller is momenteel op nog steeds 10 positief geteste gevallen. 1 persoon is jammer genoeg komen te overlijden. Maar intussen zijn 6 personen genezen en 3 zijn nog in isolatie. Geeft dat niet aan dat eigenlijk we op weg zijn naar coronavrij? We zijn blij dat 6 beter zijn en ik hoop dat vele beter zullen worden. Ja, ja. Maar een punt dat weinig belichting kreeg is, je hebt de 6 die beter is, hoe gaan deze mensen verder? Want ze hebben een slag gehad. Coronavirus is geen makkelijke virus. Iedereen is bang, ik ook ben bang daarvoor. Hoe ga je ermee om? Er is laatst op het nieuws geweest, een dame van 24 jaar, ze is bovenop gekomen, maar ze heeft nog kortademigheidsverschijnselen. En zoals wat we horen van patiënten, want dat is een nieuw ding, niemand weet hoe het virus zich gaat verlopen, hoe het ziektebeeld zich verder gaat uitbreiden. Wat is het natraject? Want deze mensen zijn sowieso, als ik naar het interview van die dame mag geloven, 6 maanden ben je sowieso, je bent niet in de running. Want je hele lichaam is afgetakeld, je moet revalideren. Wat doet het virus eigenlijk met je? Dus hij treedt, het is vaker in uw programma ook al aangegeven, niet aan je ogen, neus en mond gaan, want dat via het slijmvlies komt hij naar binnen. En hij pakt dus je bovenste luchtweg
bovenste luchtweg. Mm-hmm. En daarna naar de kleine takjes van je longen. En dan naar de longen. Mm-hmm. En dat is een aardige aftakeling. Dus dat veroorzaakt die kortademigheid. Kortademigheid, ja. Mm-hmm. Dus er is een heleboel over geschreven. Maar rondop, zorg ervoor mm-hmm. dat je het niet krijgt. Absoluut, absoluut. Niet krijgen. Nee, want ik wil even terug aan wat u zegt. Die dame is genezen, verklaard. Maar ze heeft nog last van kortademigheid. Ja. Dus dan is ze niet helemaal genezen. Nee, dus daarover de zetduidelijk zei van, we praten, we zijn blij dat ze beter worden. Maar wat wordt het vervolg eruit? Want okay, deze okay. mensen moeten sowieso, want je gaat niet kunnen werken, optimaal. Mm-hmm, mm-hmm. Je moet wat cash hebben, iedereen praat over mm-hmm. geld. Wie gaat ervoor zorgen? Moet ze in een speciale fonds terechtkomen? I don't know. Ja, dat zijn vragen die we moeten voorleggen aan precies. het management team. Klopt. Of er een natraject is voor deze mensen. Klopt. Maar terugkomend op uw poli. Hoe gaan de bezoekers aan uw poli om met al deze maatregelen die getroffen zijn? Dus sowieso, als je hoest, je wordt al bij de deur. Maar tonen ze begrip? Hebben ze begrip? Ja. Okay. Dus ik heb daarvoor mag ik wel een complimenten geven aan de groep patiënten die bij mij op de vloer mm-hmm. komt. Die mensen begrijpen het helemaal. Mm-hmm. Dus als ze komen, u hoest. We hebben van die mondkapjes. Ik heb niet veel hoor. Ik heb ook wat extra gekocht. Ik moest zelf, het is zo slecht. Okay, ik ga zeggen, het is zelf zo slecht. Dat ik van mijn hoeveelheid die ik heb gehad. Mm-hmm. We hebben ongeveer 50 stuks gekregen. Dat ik van mijn hoeveelheid een deel aan een collega moest afstaan. Oh. Zodat die ook mee kon. Mm-hmm. Dus om terug te komen op uw vraag. Ze komen hoesten binnen. Juist mevrouw. Uw mondkapje. De triage noemen we net. De vragen worden gesteld. Yeah. Oké. Okay. Wilt u niet desnoods in de auto gaan zitten? Oh, okay. Dan wordt u straks binnengeroepen. Oh, okay. Dus als je naar die 10 symptomen hebt uitgesloten, en dan kom je en dan zeg je van oké, dit lijkt meer op een griepje. Trouwens, corona is ook een familie van die griepje, mm-hmm. van het griepje. Dus zo gaat het ook. Ja. En dan komt de behandeling en dan kijken we verder. Maar bij sommige bedrijven en andere wordt er gezegd, helemaal niet naar de poli komen, slechts bellen. Maar dat doet u niet dus? Dus wij zeggen dat is nog steeds de regel. Ah. Het is nog steeds de regel. Mm-hmm. Dus als ze mochten komen. Dus je moet met situaties werken. Want als die patiënt is er al, mm-hmm. toch? Dan zeg ik, oké, ga even zitten in die auto. Toch? En daarna volg de triage telefonisch. Ja. Oké, maar wat zijn de protocollen wanneer het idee bestaat echt? Want u zegt, er is een lijstje, die wordt afgegaan. Mm. Wat zijn de protocollen die daarbij worden gevolgd als u zegt, waarschijnlijk is deze persoon misschien een beetje besmet. Okay. Dus we hebben de telefoonnummers. Mm-hmm. Je kan bellen naar de infectiologen, je kan ook bellen naar 178. Okay. En dan, als het ware, dus jij doet jouw deel mm-hmm. tot het zeggen van, dit lijkt erop, noem het suspect. Mm-hmm. En dan wordt je overgedragen eigenlijk. Okay. En dan handelen zij verder af. Oké. Mm. Dus die mensen worden dan suspect genoemd. Juist. Dus dat we zeggen vermoedelijk. Dus ja. En dan totdat het onderzoek anders heeft uitgewezen. Mm-hmm. Maar u als huisarts, verwijst u mensen om bijvoorbeeld echt van deze persoon moet getest worden. Worden de mensen getest? Of? Kan, maar mm-hmm. in mijn ervaring tot nu toe, in de 3 maanden tijd, heb ik één patiënt maar moeten inbellen voor 178. Ja. Die patiënt had weliswaar geen corona. Gelukkig. Dus dat is goed af. Dus nogmaals, die groep patiënten die bij mij over de vloer komt, is mijn complimenten nogmaals. Het zijn patiënten die luisteren naar de adviezen en het gaat goed. Maar komen er veel mensen met hoestklachten binnen? Kijk, het is net als een griepje. Dus je hebt periode waarbij je dit hebt, maar nu staan we in een andere situatie. Mm-hmm. Dus omdat het virus van buiten moet komen. Ja. En dan moet je jezelf een beetje gaan beschermen. Mm-hmm, mm-hmm. En heeft u het gevoel dat die maatregelen die de overheid heeft genomen echte positieve resultaten opleveren? Je kan zeggen ja. Waarom ik zeg ja? Je ziet ook al aan de cijfers. Mm-hmm. En ik zeg nee. Oh. Hadden we eerder, en daar is de vereniging, we hebben vaker aan de bel moeten trekken, mm-hmm. van je sluit je grenzen af. Ja. Maar het idee was in het begin van luisteren, die mensen komen alleen van Sanderé. Mm-hmm. Maar we hebben ook een geopen grens aan eigenlijk. Amai Psa Alassie. Dat moet je beginnen te lockdownen eigenlijk. En het laatst was er ook zo'n heisa over een van die meneer die van Frans-Guyana was gekomen. Ja. Begrijp je? Dus dat bedoelen wij. Dus luister naar dat ding. Geef meer voorlichting. Mm-hmm. Want dat was in het begin ook een probleem. Hoeveel voorlichting hadden we? Ja.
Heel weinig. Maar nu krijgen we veel. Nu krijg je veel. Of zegt u... Maar het is liever te veel dan te weinig. Want ik blijf het zeggen, het moet dusdanig bij die mensen, die awareness, dus het bewustzijn, dat bij die mensen moet komen van luisteren. Als ik nu dit heb, dat ik dit moet doen. Handen wassen bijvoorbeeld, ik praat over mezelf. Mm-hmm. Vroeger als ik naar het toilet ging, als je het even zo. Ja. Nu ga ik echt wassen. Ik doe het echt. Okay. Wat ook zeker een nadruk moet hebben, is die kraan waarmee je je open hebt gemaakt. En vooral als je op publieke plaatsen open gebruikt. Veeg het ook gelijk af met een tissue. Ja. Want jij hebt schoongemaakt. Je weet niet wat je daarachter laat, toch? Mm-hmm. Degene die komt, wat gebeurt er met die persoon? Dus zo moeten we nu gaan denken. Mm-hmm. Dus je beschermt jezelf, maar je moet ook de persoon, andere mensen proberen te beschermen. Ja, ja. Maar dan is het ook zo dat er over die social distancing, 1,5 meter, nu is het 2 meter geworden. Mensen vragen zich af, niezen mensen dan zodanig dat je echt zo'n afstand moet houden? Er is een onderzoek geweest, de Chinezen hebben het gedaan, uit hun terug. Waarbij je ziet dat je die droplets maken een boog, 1 meter, 1,5 meter. Okay. Er is zelfs een onderzoek geweest waarbij men zegt van, listen, als je echt een harde nis doet, kan je zoals meer dan 3 meter, zo. 10 meter halen. Wow. Mm-hmm. Dus mensen, laten we het houden op die 2 meter, het is al een goed begin. Ik heb vandaag nog een artikel mogen lezen, waarbij men zegt van, listen, dit van die 2 meter gaat nog een tijdje blijven. Ah. Mm-hmm. Dus we zijn nog niet klaar. Ja, maar de scholen zijn gesloten, verschillende bedrijven werken, hebben ploegendienst of half. Is dat goed of zegt u van oké, de scholen kunnen misschien weer open? Ik zeg, hou het voorlopig zo. Hou het zo. Mm-hmm. Waarom ik dat zeg? We kijken alleen naar het economische kant daarvan. Mm. Maar ik heb u net een voorbeeld in het begin aangegeven. Ja. Als die mensen beter worden, hoe lang gaat het duren voordat ze echt beter zijn? Oh. Dus je hebt liever die uitgaven nu in de gezondheidszorg, dan dat je die uitgaven straks gaat hebben uitgaven in die economie nu liever. En dat je dan later meer gaat moeten uitgeven in de gezondheidszorg. Mm-hmm. Dus het is nu even wikken en wegen, het wegen vooral, wat is belangrijker. Okay. Dus voor zover, voor nu, is het heel goed, laten we het even rustig houden en langzamerhand dan monitoren we en dan gaan we langzaam open voor de wereld. Hoe gaat u om met die partiële lockdown? Voor mij, ik ben 8 uur al thuis, ik weet niet van anderen. U hoeft niet de straat op? Nee, ik hoef, okay. En als ik op straat moet, is het echt gericht. En als ik iets moet kopen, ik ga rechts delen, doelgericht wegwezen. Wegwezen. Okay. Maar stel er is een noodgeval. Na 8 uur heeft wel een pas, je kunt wel uit huis. Oh, dat ook. Ja. Goed dat u die vraag stelt. Hierbij wil ik dan ook een beroep doen aan alle leden van de VMS om pasjes te laten maken. De VMS is al bezig, u moet uw naam opgeven met uw pasfoto die gescand wordt naar het VMS-secretariaat. Okay. Maakt u gebruik daarvan. Mm-hmm. Voor degene die artsen vooral, collega's die 's avonds op straat moeten, voor hen is het erg handig. Dus de VMS, dus de vereniging, is al bezig pasjes te verstrekken. Oh, okay. In overeenstemming met de NCCR. Mm-hmm, ja. Oh, want dat is eigenlijk, want het kan hè, dat er een noodsituatie binnenkomt en dan moet u uitrijden. Ja, sowieso. Dus. Maar voorlopig, ik denk dat de mensen op straat zo moeilijk zullen doen. Ja. Maar dan nog, VMS doet ook zijn ding vanuit zijn kant. Mm-hmm. Collega, mag u gebruik, geeft u zichzelf op. En haalt u uw pasjes op. Is er een goede samenwerking tussen VMS en het COVID-19 management team? Net wat ik eerder aangaf, men luistert. Ja. men luistert, maar niet helemaal. Oké, maar in elk geval, we zijn blij, want het gaat om de volksgezondheid. Klopt. Dus nu moeten geen politiek, geen gedoe, volksgezondheid staat vooraan. Wat is uw prognose voor deze situatie? Ik kijk naar de cijfers. Ik zei wel, ik heb naar een artikel gelezen van de Science, van de Harvard Universiteit. Zolang er geen vaccin is, Brasa, er is geen medicijn. We wachten alleen op het vaccin. Ja. Toch? En dat moet het zijn voorlopig, denk ik. Mm-hmm. Blijf thuis. U hebt het ook aan het begin van het programma, mondhygiëne. Eet goed, drink veel. Ah. Toch? Uh-huh. Als u eet,
let op je voedselpiramide, zou ik eens naar lagere school, middle school, horecaningen, eiwitten, genoeg eiwitten, olie en vetten, bewegen, sport doen, dat houdt je allemaal fit. Vruchten gebruiken om je vitamine C en je immuunsysteem een beetje te boosten. Oh, okay. Dus dat zijn die dingen wat we moeten hebben eigenlijk. Oké. Okay. Want niet zomaar het is er nog een tijdje. Nog een punt wat ik wilde aanhalen, dat van die hangjongeren. Men probeert zoveel de jongens aan te geven van blijf weg van de straat. Ja. Ik ga je een praktisch voorbeeld geven. Als je hebt jongens ook die met bronfjes rijden zonder een helm. Toch? Tot daar is leuk. Ja. Waarom denk je dat men een valhelm heeft verplicht? Precies. Om de gevolgen daarvan te beperken eigenlijk. Mm-hmm. En dat bedoel ik. Die hangjongeren, we lachen allemaal. Ik ben ook jong, u bent ook jong. Dus hoe sta vast aan ego? Het is leuk voor dat moment, maar als het gebeurt, als het gebeurt, hebt u nagedacht wat daarna zal gebeuren. Dus laten we het daarna gedeelte zo proberen zo laag mogelijk te houden. Dus mensen, het is 8 uur dat u thuis moet zijn. Notana strati, go in see. Guayoso. Dat is het. Dank u wel. Nou, dank u wel dat u bereid was ook hier gast te zijn in dit programma. En ik denk dat de bevolking uw adviezen zeker zal opvolgen. En vooral de jongeren. Alsjeblieft. Thank you and be safe. Hi. Same to you. Fijne avond. Dus kijkers, dat was dan de heer Mukesh Simbodak Pandey. Hij is voorzitter van de huisartsensectie van VMS. En u heeft het gehoord, de artsen moeten allemaal ook zo'n pasje maken, zodat wanneer iets gebeurt na 8 uur, dat ze ook kunnen uitrukken. Maar wat belangrijk is, is dat in dit programma we adviezen geven en voorlichting. En u heeft het gehoord. Dr. Mukesh heeft u aangegeven hoe het toegaat in zijn praktijk. En wat belangrijk is, is dat hij zegt dat de patiënten begrip tonen. Dus u moet ook begrip tonen voor alle maatregelen die getroffen worden. Het is om uw gezondheid vooral te bewaken en om u allen gezond te houden. Dus mensen, be safe, let op de maatregelen die op radio, televisie en social media aan u worden doorgegeven. Doe ze. Hè? Het is alleen maar beter voor u. Maandag zijn we er weer met de andere aflevering van ATV COVID-19 Update. Tot dan. Goeiedag.